Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën heeft de Nationale Assemblée gisteren geïnformeerd over de kassenreserves die zijn gebruikt door de regering. Dat gebeurde op een spoedvergadering van het parlement. De vorige week bleek dat minstens 100 miljoen US dollars van de kassenreserve was verdwenen. VP Adin zei op een NDP-bijeenkomst dat de regering het geld gebruikt had zonder zich te houden aan afspraken met de banken. De verklaringen van minister Hoefdraad in het parlement waren niet naar tevredenheid van de oppositie. De oppositie stelt dat behalve ex-governor Robert van Trik ook de minister verantwoordelijk is voor het gebruik van de middelen. Daarom diende ze een motie van wantrouwen in tegen de minister. Echter werd de motie verworpen door de coalitie. Wij kijken uit naar het onderzoek, want we weten dat er meer schuld dan het verhaal alsof de governor, de ex-governor, achter dit alles staat, voorzitter. Dank. Voorzitter, ik moet zeggen dat na de beraadslagingen vandaag, de presentatie van de minister van Financiën, wat ons betreft als NPS-fractie, we nog steeds een onbehagelijk gevoel hebben. En het onbehagelijk gevoel gaat terug naar het feit dat wanneer we in een samenleving zijn, dat een van de belangrijke zaken die er zou moeten zijn, is vertrouwen. En wanneer wij als burgers onze middelen, onze deviezen op de bank zetten, dan moeten we ervan uit kunnen gaan dat die op een goede manier beheerd wordt. Verder zien we dat, behalve dat, een van de monetaire autoriteiten, de centrale bank, die de hoogste autoriteit is wat betreft, samen met de minister van Financiën, onze financiële en monetaire activiteiten, dat die het vertrouwen van die samenleving ernstig geschaad heeft. Je zag dus achtereenvolgens reacties van de parlementariërs Marinus B. van de ABOP en Gregory Rusland van de NPS. Ook de coalitie diende een motie in. Daarin staat onder meer dat er zo gauw als mogelijk een nieuwe governor voor de moederbank moet worden benoemd. Deze motie werd aangenomen met 26 stemmen voor en 15 tegen. De regering besluit de regering op te roepen het onderzoek onverminderd voor te zetten op de meest korte termijn een governor voor de Centrale Bank van Suriname te benoemen die zodanig breed vertrouwen geniet dat de bank de vertrouwenscrisis te boven kan komen in overeenstemming met de belanghebbende actoren zodanige maatregelen te nemen dat de bescherming van de monetaire reserve en de kasreserve van de banken gegarandeerd kan worden, voorzitter. En we vragen ook om binnen 1 week, voorzitter, na evaluatie met de actoren, voorzitter, voorstellen te presenteren die de controlemechanismen binnen de Centrale Bank van Suriname versterken en specifiek de bewaking van de monetaire reserve garanderen, voorzitter. Op basis hiervan vraag ik uw parlement, voorzitter, om straks voor deze motie te stemmen. Ik dank u. Aldus NDP-parlementariër Amzat Abdul. De Nationale Assemblée kwam gisteren in een spoedvergadering bijeen om te debatteren over de kassenreserves die onrechtmatig zijn gebruikt door de regering.